Goed, laat ons nu eens gaan kijken naar hoe dat we circuits aanpakken met AC-bronnen en ook spoelen en condensatoren. Laat ons eventjes het voorbeeld nemen waar de bron een spanningsbron is, die gegeven is door V0 cosinus omega t plus phi, en dat hetgeen dat we moeten gaan zoeken ook ergens een uitgangsspanning is. Goed, hoe gingen we dat in analyse 1 gaan doen? Als we cosinussen of sinussen hadden, moesten we iets in dezelfde vorm gaan voorstellen. En de cosinus en sinus, dat was eigenlijk een lineaire combinatie van E-machten. Dus het oorspronkelijke fundamenteel stel dat we mee werkten was E, J, omega, T en E, min, J, omega, T. Maar we zijn heel snel overgegaan naar een andere basis, namelijk de som en het verschil. De som van deze twee, e omega t plus e min j omega t gedeeld door 2, dat was onze cosinus van omega t. En het verschil van die twee, als we die ook nog een keer delen door 2j, dan hebben we sinus omega t. Dus wat hebben we eigenlijk gedaan in analyse 1? We zijn eigenlijk overgegaan naar die nieuwe basis en hebben gezegd, kijk naar dat rechterlid. Is dat een cosinus of een sinus? Dan gaan we eigenlijk cosinussen en sinussen voorstellen als vorm. En eigenlijk die cosinus omega t plus phi zou heel snel over met som en verschil formules omgezet worden naar cosinussen en sinussen van omega t. Dus wat zou dan onze uitgangsspanning zijn? Die zou van de vorm zijn een lineaire combinatie van die cosinus en die sinus. Wat is het grootste nadeel van die methode? Als je cosinus afleidt, krijg je een sinus. Als je sinus afleidt, krijg je een cosinus. Dus je moet dat eigenlijk helemaal afleiden, terug in je differentiaalvergelijking steken en zo tot oplossingen komen. Hier gaan we dezelfde methode toepassen als we in natuurkunde toegepast hebben. En dat is eigenlijk zeggen, kijk, die Vn, ik kan dat ook schrijven als het reëel deel van V0 E, J, omega t plus phi. Dat is dan V0 E, J, omega t plus phi. Dat is eigenlijk, daar het reëel deel van is dan die cosinus. Ik kan dat dus ook schrijven als het reëel deel van V0 E, J, phi maal E, J, omega t. En wat gaan we nu doen? We gaan nu eigenlijk een andere differentiaalvergelijking oplossen, namelijk de differentiaalvergelijking die dit als rechterlid heeft. Wat heeft daar het grootste voordeel van? Als we die EJ omega t, dan heb ik maar één van mijn twee functies meer over als basis. Dus dat wil zeggen dat alles ook van de vorm, ook mijn v-out, van de vorm is EJ omega t, maar met een andere constante voor. Het grootste nadeel van die constante, dat is dat die nu complex is, want we laten nu een complexe basis toe. Dat wil zeggen dat we ook complexe coëfficiënten moeten gaan toepassen, toelaten. Goed, dat is eigenlijk het enige nadeel, dat dit nu complexe getallen zijn, maar complexe getallen voor een goede ingenieur mag dat geen probleem zijn. Wat is nu het grote voordeel? Dat is dat al die afgeleide van j omega t gewoon de j omega is die ervoor komt. Dus dat wil zeggen dat bijvoorbeeld voor een condensator, waar je het verband hebt tussen een stroom en een spanning, dat verband wordt dat uw I gelijk is aan C keer de afgeleide van uw spanning. De spanning is typisch van de vorm V EJ omega T. De afgeleide komt er gewoon een J omega voor, maal uw spanning die je normaal had. Voor uw spoel krijg je een spanning SL. Uw stroom is ook van de vorm een stroom maal E, J omega t. Dus daar komt ook gewoon een J omega bij en dan heb je stroom. Dus wat zie je? We hebben verbanden tussen spanningen en stromen redelijk in dezelfde lijn of wat we hadden met weerstanden. Het enige ding is dat daar nu die J omega bij komt. En hier kunnen eigenlijk die impedanties gaan uithangen. Goed, de keer dat we dat hebben, is het eigenlijk gemakkelijk. Wat kunnen we dan doen? Dan kunnen we eigenlijk heel ons netwerk oplossen alsof het een netwerk met weerstanden was. Overal vervangen we de waarde van de weerstand door zijn impedantie. En uiteindelijk krijgen we een resultaat waarbij dat we eigenlijk hier
die V-out gaan vinden. Die EE omega T die zit in ons rechterlid, die zit in ons linkerlid, die valt er overal uit. Wat is nu de betekenis van die V-out, die complexe V-out? Eigenlijk wil dat zeggen dat onze V-out zelf gelijk is aan die complexe V-out. Dan moeten we daar die EE omega T terug gaan bijzetten. Dan hebben we de oplossing waarbij dat ons rechterlid dit zou zijn. Maar ons rechterlid is niet dat, is enkel het reëel stuk ervan. Maar het reëel stuk van die oplossing zal horen bij het reëel stuk van een rechterlid. Dus als we daar het reëel deel van nemen, dan komen we tot de oplossing. Dus met andere woorden, het reëel deel daarvan, dat is hetzelfde als het reëel deel van, we gaan de amplitude van die complexe spanning nemen, we gaan de fase van die complexe spanning nemen, en als we dat samenzetten, dan vinden we dat we de amplitude nemen van die complexe spanning en de cosinus omega t plus de fase van die complexe spanning. Dus de betekenis van die complexe spanning is dat uw echte signaal een cosinus is met dezelfde frequentie als wat je aanlegt, een faseverschil ten opzichte van wat je aanlegt. Ja, die phi is een andere phi als die daar, dus ik ga dat even phi out noemen. En die amplitude hangt daarvan af. Goed, wat zien we ook? Aangezien dat die impedantie frequentie afhankelijk zijn, zal ook ons signaal frequentie afhankelijk worden. En die frequentieafhankelijkheid, die kunnen we dan gaan plotten. En dus wat we gaan doen, is als functie van die frequentie, dat gaan plotten en dat zullen dan de bodemplots zijn.